Goedemiddag, mijn naam is Mira B. en ik ga je vandaag wat vragen stellen voor het project wat ik nu moet doen voor de Hogeschool van Amsterdam. Het interview zal ongeveer 5 minuutjes duren en zal alleen voor schooldoeleinden gebruikt worden. Dus als allereerst, vertel eens iets over jezelf. Mijn naam is Jeroen Trijsburg. Ik studeer nu eigenlijk ECT aan de HBO. Okay. Om in meer in die richting te gaan. Ik ben 21 jaar. Ik kickbox veel. En verder heb ik een niet heel spannend leven. Oké, okay. En je woont in? Ik woon in Amstelveen. Oké. Okay. Nou, de eerste vraag is, hoe ziet jouw eetpatroon eruit? Hoe mijn eetpatroon eruit ziet, namelijk best wel veel kickbox, eet ik best wel gezond over het algemeen. Okay. Het ligt er een beetje aan of ik een wedstrijd heb of niet. Want dan moet ik namelijk wat beter eten. Mm-hmm. Moet ik in een hele korte tijd moet ik veel afvallen. Oké. Maar ik hou ook wel gewoon om lekker vet te eten of zo, daar hou ik ook wel van. Ja, dus wat eet je dan bijvoorbeeld als ontbijt? Wat je eet ontbijt en middag en avond of zo? Wat eet je op een dag bijvoorbeeld? Als je één dag uitkiest? Nou ja, als ik een normale dag uitkies, dan begin ik natuurlijk gewoon met ontbijt. Ja. Het ligt er een beetje aan, doe ik gewoon een normale dag. Niet als ik echt veel moet afvallen, maar gewoon een normale dag ga ik gewoon ontbijten met cornflakes en melk bijvoorbeeld. Okay. Of met yoghurt. Mm-hmm. Dan inderdaad, als ik dan uurtje of 12 of zo krijg ik wel weer honger. Nou, misschien al iets eerder, ligt er natuurlijk een beetje aan wat mijn dag is. Maar als ik gewoon naar school ga, krijg ik meestal wel wat eerder honger. Mm-hmm. Eet ik even een stukje fruit. Ga ik eventjes lunchen. Het ligt er ook aan wat ik lunch. Gewoon, soms kan het inderdaad gewoon warm zijn, soms kan het koud zijn. Gewoon een broodje. Dan eenmaal een beetje in de middel om 4 uur krijg ik wel weer honger. Mm-hmm. Dan eet ik misschien nog wel een broodje of misschien nog een stukje fruit. Okay. En dan gewoon avondeten. En dan kan ik altijd nog wat eten in de avond. Okay. Dus jij vindt het wel belangrijk om veel te eten op een dag gewoon? Ja, ik vind het wel belangrijk dat ik in ieder geval geen honger hoef te lijden. Ja, precies. En vind je het belangrijk om gezond te eten? Ja, vind ik wel redelijk belangrijk in ieder geval. Zeker nu met kickbox leer ik toch wel op gezond te eten. Mm-hmm. Je kan natuurlijk nooit echt, nou in ieder geval, ik heb zelf die discipline om altijd helemaal gezond te eten elke dag. Dus soms een uitschieter kan ook wel. Ja, moet vooral lekker zijn in ieder geval, gaat mij meer om. Ja, precies. En eet je vaak vlees? Want je zegt dat je veel kickbox, dus je moet veel proteïne, dus je eet vaak vlees. Ja. Oké. Okay. En nou ja, ga je veel naar de sportschool was een vraag, maar je beoefent dus kickbox. En doe je ook nog andere dingen? Nee, eigenlijk alleen maar kickbox. Okay. Doe ik eigenlijk 3 keer à 4 keer in de week. Ligt er een beetje aan hoeveel tijd ik over heb met school en zo. Ja. Maar inderdaad, dat doe ik wel 3 keer, 4 keer in de week. Maar ik ga niet meer naar de sportschool of iets anders doen. Nee, precies. En je eet dus 3 keer sowieso ontbijt, middag en avond. Ja. Maar je eet ook tussendoortjes. En is het dan echt alleen fruit wat je eet? Of eet je ook andere dingen? Nee, soms kan het ook gewoon een bakje chips zijn of zo. Ja, precies. Maar ik vind het best wel moeilijk om een... als je inderdaad echt iets gezonds, iets lekkers wil eten tussendoor, dan kost het best wel veel tijd. Omdat gewoon... je moet eerst gaan opzoeken wat je dan moet maken. Dan moet je het nog gaan maken. Nou, je bent dan ongeveer wel weer klaar. Binnen 20 minuten of zo. Voordat je echt iets lekkers hebt. Ja. En wat ook nog gezond is natuurlijk. Ja. Nee, dus meestal is het heel simpel. Gewoon een stukje fruit of iets van chips of zo, of een broodje. Of, ja. Ja, precies. Oké, dus je vindt het eigenlijk best wel lastig om dingen voor te bereiden. Of om je eten voor te bereiden. Want dat is ook de volgende vraag was of je veel bezig was met het voorbereiden van je eten. Mm-hmm. En of je het leuk vindt om te doen. Ja, het ligt er een beetje aan. Als ik inderdaad echt kickbox, dan moet ik, als ik echt voor een wedstrijd, dan moet ik gewoon heel erg veel van tevoren, moet ik inderdaad gewoon meal prep eten dan. Ja, precies. Gewoon alvast, zodat ik alles klaar heb, zodat ik dat allemaal niet hoef te doen. Maar dat is dan in 1 keer voor 4 dagen of zo. Ja. Maar over het algemeen, als ik dan inderdaad thuis zit en dan heb ik geen kickboxwedstrijd en kan ik gewoon eten, alles eten wat ik wil, dan heb ik niet heel veel zin om dan... Daar echt, mee bezig te zijn. Precies. Oké. En de volgende vraag is of je actief bent op social media kanalen? Wel redelijk actief. In ieder geval Instagram had ik, maar dat heb ik toen verwijderd omdat ik er inderdaad, ik werd er eigenlijk een klein beetje gek van. Okay. Maar wel gewoon Facebook en WhatsApp en zo, dat heb ik wel allemaal. Okay, dus je hebt nu geen Instagram meer? Ik heb nu geen Instagram meer. Okay, en dus je bent nu vooral op Facebook dan actief, zeg maar. En volg je dan ook bloggers? Nee, niet specifiek. Wel als ik bijvoorbeeld iets zie staan, als iets gesponsord is of zo op Facebook, dan lees ik het soms wel. Dat ligt natuurlijk een klein beetje aan wat voor onderwerp het is. Ja. Maar inderdaad over eten, dat op zich nog wel. Want ik moet natuurlijk altijd een beetje actief zijn daarin, wat natuurlijk de nieuwe gezonde dingen zijn. Dus dat lees ik wel inderdaad wel veel. Ja, oké. Okay. En dus je kijkt eigenlijk niet echt veel naar blogs, alleen als je het gewoon voorbij ziet komen? Ja, eigenlijk wel. Nou ja, dan dat was de laatste vraag. Dus dan wil ik je bedanken voor je tijd. En heb je verder nog vragen? Nee, eigenlijk niet.
Oké, nou, ik wil je nogmaals op wijzen dat dit interview alleen gebruikt zal worden voor schooldoeleinden. Ja. Dus dat het binnen deze muren blijft. Ja, bedankt. Alsjeblieft, graag gedaan.